Waarom stemde er vroeger bijna niemand op een populist in Nederland? Er waren wel degelijk populisten in Nederland, maar die hadden allemaal niet zo gek veel succes. Het lukte ze niet om echt goed door te breken. Om dat te begrijpen gaan we terug naar een periode die we het interbellum noemen. In die tijd noemden ze dat trouwens niet het interbellum, want het interbellum betekent namelijk tussen de twee wereldoorlogen. En die mensen wisten niet dat er een wereldoorlog aankwam. Maar goed, het interbellum, in die periode zie je eigenlijk in heel Europa een crisis van de democratie. Een crisis van de democratie die ook in heel veel landen ertoe leidt dat die democratie omvalt, dat er autoritaire regimes komen. We zien bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie het communisme, we zien fascistische regimes ontstaan, Italië, nationaalsocialisme in Duitsland en in Nederland. In Nederland gebeurde dat niet, bleef de democratie wel gewoon overeind. Uh, kwam dat omdat in Nederland iedereen zo tevreden was met die democratie? Nou. Als je zo gaat kijken in die periode, lijkt dat er niet echt op. Want iedereen was ontzettend aan het mopperen de hele tijd op de politiek, de politici, de democratie. Het deugde er allemaal nergens van. En wat je dan op zo'n moment krijgt is, we zien het nu ook een klein beetje, dat heel veel mensen partijen gaan oprichten. In 1933 waren dat er maar liefst 54. Vaak prachtige namen, de Oranje Fascisten, de Universele Partij, de Hoofd- en Handarbeiderspartij. Hoe mooier de naam, hoe minder stemmen. Dat was ongeveer de, de regel, vaak 100, 120 stemmen. Je had ook serieuzere concurrenten. Zo had je bijvoorbeeld de Communistische Partij Holland, later de Communistische Partij Nederland, de CPN. En de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging. Die beide partijen, daar zie je dat populisme wel heel duidelijk terug. In beide partijen stelde eigenlijk het volk en de elite heel sterk tegenover elkaar. CPN noemde dat vooral het proletariaat. Alleen, die beide partijen zijn ook weer niet helemaal populistisch, want ze waren tegen de democratie. En het verschil met populisten is, populisten zijn uiteindelijk voor democratie, zij het dat ze democratie wel echt opvatten als dat de meerderheid alles te zeggen heeft. Um, die CPN en die NSB, die wisten in Nederland toch nooit echt lekker door te breken. En hoe kwam dat? Er waren eigenlijk twee belangrijke redenen voor. Allereerst werd er in 1933 door de regering een ambtenarenverbod ingevoerd. Dat betekende dat uh, mensen die ambtenaar willen worden, die mochten geen lid zijn van een van deze partijen. Een tweede uh, reden was dat je in deze tijd een, een, een tijd had waarin de verzuiling nog heel sterk was. Verzuiling. Het idee dat er rondom de verschillende partijen een heel netwerk van organisaties is. En dat netwerk van organisaties zorgde er eigenlijk voor dat die partijen als het ware uitschuifarmen hadden. Dat zij hun electoraat konden beheersen, konden controleren. Wat je dan ook ziet is dat die NSB meteen ontzettend veel stemmen verliest. in de verkiezingen van 1937. En ook andere partijen komen daar niet echt goed doorheen.